Hallo allemaal. Ik heet Ben en welkom bij onze presentatie. Ik ben Tijn. Ik ben Marnix. En ik ben Romeo. En ik was de teamleider. Ik de planner. Ik de verslaggever. En ik de owner. De inleiding. We hebben de ontwerpen die we hebben gemaakt. We hebben de poster met verschillende fietsen erop die je in doorrecht ziet. We hebben het verslag, een verslag van hoe wij gaan zijn werken en wat we allemaal gemaakt hebben. De plaats is waar de fietsenstalling, waar wij hem graag willen hebben, dat weer staat. Het uiteindelijke ontwerp moet uiteindelijk is geworden. SketchUp, het gaat met de printer. En het filmpje van de 3D-printer versneld en het einde. Het ontwerp. We hebben vier verschillende ontwerpen gemaakt. En daarvan hebben we eigenlijk één gekozen. Dat was meer dan doen. Dat hebben we hier voor je niet uit het soort van omdraaien deed. En dan voor je soms dus onder de grond. Hier wat we doen is met een lift. Dat is voor het eerste ontwerp. En dan naar beneden en dan word je hier in deze gangen word je neergezet. Het systeem. Dan deze. Dit was eigenlijk gewoon een normale fietsenstalling, maar dan met zonnepanelen en dan die fietsen die onder kon zetten. En we hebben deze gemaakt. Waar, deze is eigenlijk een soort van paraplu. Dat is een idee erachter. En dan kan je hier je fiets inzetten. Hier in deze. Ja, en de lijst, als ik deze heb gemaakt, zodat waar ik de lijsten dat hij doorlegt ook in niet maakt, dat die de enige zijn die dan de paraplu dan heeft. En hij geeft hier, hij geeft die licht omdat het de lantaarnpaal van de zon heeft. Je hebt hier nog twee.